Hallo meneer Jesse, de trollenboller. Hallo meneer Torben, hoe heb je geslapen in je poephuis? Het stinkt. Ik ben heel blij dat hier vers water langs het zand ligt. Het is eigenlijk heel, heel lullig. Ik heb eigenlijk spijt dat ik het heb gedaan. Wat heb je gedaan? Nou, ik was bezig met iets heel leuks voor jou. Ja. Trouwens, het is nog steeds heel leuk. Ja. En dat heb ik helemaal afgemaakt. Ja. En toen ik het had afgemaakt, kwam ik erachter dat je van mijn huis een deur had. Wat heb je gedaan, Ann? Nou, ik heb voor jou een hele leuke schatroute uitgestippeld. Want ik heb Krijg ik daar ook een schat? Hm? Nou ja, ik heb dus nog allemaal leuke items natuurlijk meegenomen. Ja. Ik kan je vertellen... Ik heb echt helemaal niks. En het heeft met diamantjes te maken. Diamantjes wil ik. Ik heb er al 9. Daar ben ik wel blij mee. Maar ik wil meer. Kom maar, ik wil diamanten. Die je dan ook daadwerkelijk kan gebruiken. Want deze kan je niet omver halen, of wel? Nee, ik heb geen iron. Jij hebt toch een pikken... Zeker, afblijven, zeker. Afblijven. Nee, ik zal er afblijven. Daarom heb ik jou een schatkist. Oké, waar dan? Wil jij gewoon aan de slag gaan? Ja. Oké, ik ga jou een tip geven. Ja. En dan kun je een ding doen. Ja. Dan ga ik kijken of ik hier nog mijn huis een keer kan fixen. Is dat de tip? Nee, dat is niet de tip. Heb je diamonds? Dan kan je lang zoeken. Waar heb je diamonds dan? Ik wil diamonds. Ergens hier op de microfoon. Nee, de eerste tip die vind jij in jouw waterpark. Oké, doei! Doei, veel plezier! Sterkte! En niet mij pranken, hè? Want dan heb je een prankoorlog, hè? Ik heb het al lang gemaakt, dus helaas, dat kan ik niet meer doen. Oké, doei! Succes! Op een of andere reden vertrouw ik Torben wel, want Torben en ik zijn namelijk hele goede vrienden. En Torben is altijd best wel vriendelijk tegen mij, dus ik heb het idee dat hij het gewoon zielig vindt dat ik helemaal niks heb. En dat hij me daarom gewoon misschien 1 diamond geeft. Maar 1 diamond ben ik al blij mee. Want dan kan ik een schep maken. En een schep kan ik best wel goed... Wat is hij allemaal aan het doen? Farm maar door. En een schep kan ik best wel goed gebruiken. Aangezien we midden in de woestijn zijn. Maar hier moet ik dus mijn eerste tip zien te vinden. Dat is nogal een probleempje. Ik weet niet eens waar daar ik aan het zoeken ben. Hier moet ik dus een tip zien te vinden. Via de ingang naar binnen. En wat zou ik hier dan moeten vinden voor tip? Ik zie helemaal niks. Zie ik hier nou wat? Nee. Een tip. Misschien... Volgens mij zie ik wat. Volgens mij zie ik hier wat boven aan de reuzengraam. Ja. Er wacht een mega beloning op jou. Misschien zijn het wel meer dan 1 diamond. Dat zal echt perfect zijn. Wat nog meer? Ga naar de village voor de volgende tip. Nou, natuurlijk gaan we eerst even van de glijbaan af. Let's go. En dan de village, dat is dan die kant daarop. En dan kan ik daar dus de volgende tip vinden. Had Torben me niet gewoon meteen naar de village kunnen sturen? Torben is sowieso met me aan het spelen. Hij gaat me trollen. Hij is dat van plan. Ik weet het niet. Maar ja, aan de andere kant. Omdat Torben eigenlijk altijd wel heel aardig is. En gewoon een van mijn beste vrienden is. Denk ik dat hij mij wel gewoon diamonds gaat geven. Weet je, we komen er maar op 1 manier achter. Kijk. Daar in de verte is de village. Daar gaan we even heen. En daar kan ik dus de volgende tip vinden. Maar ik heb dus geen flauw idee waar ik naar zoek. Ik denk dat ik moet zoeken naar nog een poortje. Alleen ben ik bang dat deze villagers misschien mijn tip al hebben gestolen. En dat ze zelf die diamonds hebben gepakt. Aangezien dit de rijkste villagers zijn in Minecraft. Althans, dat heb ik het idee. Want kijk er even hoe groot deze village is. Ik moet hier een poortje zien te vinden. Waar kan ik hier een poortje vinden? Eens even kijken. Misschien ergens in een village huisje. Ik denk het niet. Misschien hier ergens een boordje. Ergens moet een boordje staan. Ergens moet hier de tip zijn. Ik heb helemaal geen zin om zo lang te zoeken en om in elk village huisje te kijken. Wacht, ik ga hier gewoon helemaal naar boven. Een kistje. Kijk, dat brood kan ik even gebruiken. Dankjewel. Ik ga gewoon helemaal naar boven. Vanaf hier kan ik het misschien meteen vinden. Eens even kijken. Een boordje. Ik zie nergens... Ik zie een boordje. Au. Let's go. Ik heb hem gevonden. Kijk naar hoe slim dat is om gewoon vanaf de toren te kijken. De volgende tip is hier. En wat is de tip? De tip is... Wauw, goed gevonden.
Ga nu naar je vakantieeiland voor de volgende tip. Serieus, ik begon op mijn vakantieeiland. En daarvoor moest ik dus naar mijn waterpark. En voor mijn waterpark moest ik naar de village. En nu moet ik weer terug naar mijn vakantieeiland. Oh, Tormund is zo vervelend. Oké, we gaan terug naar mijn vakantieeiland. Gelukkig is het hier in de woestijn heel warm. En ga ik gewoon lekker zwemmen. Oké, we zijn aangekomen bij het eiland. En hier moet ik dus weer een tip zien te vinden. Maar ik weet dus dat ik hier nog geen boertje heb gezien toen ik hier net was. Of Tormund moet hem net hebben neergezet. Wacht, misschien zit de tip wel hier in deze cave. Hallo, is hier een boertje voor mij te vinden? Misschien in deze kist? Nee, Tormund durft hier sowieso niet naar binnen te komen. Ik weet dat Tormund altijd heel bang is. Dus hij gaat hier sowieso niet naar binnen zijn geweest. Eens even kijken. Misschien aan deze kant? Nee, ook niet. Hier ook niet. Hier ook niet. Hallo? Oh, schrik me dood. Schaap, doe even normaal. Wacht, is dit een teken? Betekent het dan dat ergens dat boertje misschien aan de buitenkant van het eiland zit? Dat kan natuurlijk ook kunnen. Aangezien ik net van de village kwam, moet misschien dat boertje hier ergens liggen. Ja. Gevonden. Ik ben echt een geniaal genie dat ik dit meteen heb gevonden. Oké, kijk. Nee, eens even kijken. Hier staan weer boertjes. En let op, nu moet ik weer terug naar de village of zo, weet je wel. Wat staat hier? Deze was moeilijk, hè? Nee, Torben, deze was niet moeilijk. Als je zwemt richting het zuiden, vind je de volgende tip. Het zuiden. Waar is nou weer het zuiden? Volgens mij is het zuiden aan die kant daar, maar dat weet ik niet zeker. Eens even kijken, de zon staat daar, dan is het zuiden daar. Geen idee of het zo werkt, maar ik zie het wel. Maar wat ik eerst even ga doen is een bootje maken, want ik ben de hele tijd aan het zwemmen. En ik word een beetje gek van dat zwemmen de hele tijd. Oké, hier een crafting table. Heb ik genoeg hout voor een bootje? Precies genoeg. Kijk, dit is perfect. Dan zet ik hier het bootje neer. Kijk. Dan is het zuiden aan deze kant, denk ik. Maar dat weet ik niet zeker. Maar hoe moeilijk is het nou om twee fel oranje bordjes te vinden in een woestijn? Oké, het bootje nemen we even mee, mochten we die weer nodig hebben. Bootje, kom hier, dankjewel. Oké, ik zoek twee oranje boordjes. Of één oranje boordje, of drie oranje boordjes. Ik heb geen flauw idee. Kan ik het ergens vinden? Ik heb echt geen flauw idee. Waarom heb ik het idee dat Tormund gewoon een troll is... en dat ik nu gewoon geen boordjes meer kan vinden... en dan raak ik de weg kwijt in de woestijn? Dat zie ik ook nog wel gebeuren. Ik ga gewoon naar het zuiden blijven lopen... want het zuiden is die kant op. Hoe meer ik naar het zuiden loop... hoe groter de kans is dat ik dus uiteindelijk de boordjes ga vinden. Ik weet niet of het op die manier werkt, maar ik ga het gewoon proberen. Eens even kijken. Misschien hier over de berg. Hier staat dus echt helemaal niks. Ik word sowieso getrold. Het moet hier ergens zijn. Oké, ik moet gewoon onthouden dat daar het eiland is. En dat ik niet de weg kwijtraak van het eiland. Want dat zou nogal een probleempje zijn. Misschien hier bij het water. Hier staat ook... Oh, ik heb het gevonden. Ik was te ver gelopen. Oké, we hebben de bordjes gevonden. Wow, ook deze is gelukt. In de omgeving bevindt zich een huisje met een beloning. Met je beloning. Oké. Hier ergens in de woestijn ligt dus een huisje met mijn beloning. En ik hoop dat het een goede beloning is. Want ik zweep me dood. Het is bloedheet midden in de woestijn. En ik moet ervoor zorgen dat ik niet de weg kwijtraak. Wacht, ik heb een idee. Ik zet hier gewoon even een lantern neer. En ik zet hier gewoon even een paal van allemaal dirt neer. Dan weet ik in ieder geval dat daar, als het goed is, het eiland is. Zo, de weg mag ik niet kwijtraken. En dan naar beneden springen en niet doodgaan. Oh, au. Oké, ik heb even wat eten nodig. Hier in de omgeving moet dus mijn beloning zijn. Misschien in deze cave. Hallo? Nee, in deze cave zit helemaal niks. Waar is mijn beloning? Weet je wat? Ik ga gewoon die kant op. Want daar was volgens mij nog veel meer water. Misschien dat ik daar wat kan vinden. Waar is mijn beloning? Misschien is dat mijn beloning daar wel in de verte. Wacht. Dat lijkt namelijk op een schat. Of nou ja, het is iets uit de Minecraft-wereld. Dus ik weet niet of Tormund dat daar heeft neergezet. Maar misschien heeft hij dat wel gedaan. En als hij het niet heeft gedaan, misschien zit er wel echt gewoon een hele goede loot in. En ik zie daarachter ook een gebouwtje. Oké, ik weet vrijwel zeker dat het hier is. Wat zit hierin? Helemaal niks. Volgens mij ben ik hier al een keer geweest. Wacht. Is het niet gewoon hier? Dit is namelijk een soort van wensput. En als ik hier wat ingooi dan... hallo, gebeurt er dan wat? Nee, oké. Nou, hier is het overduidelijk niet. Oh, waar is het dan? Het moet hier ergens zijn. Daar is mijn dirtpaal. Daar vond ik net de boordjes. Oh, ik zie het. Ik zie daar een oranje huisje. En dan liep daar een villager of zo. Waarom loopt daar een villager? Waarom heb ik het idee dat ik ga geprankt worden met een of andere boze villager of zo? Hallo, villager. Ik zag hier een villager. Hallo, villager. Ik zag hier iemand lopen. Hallo, villager. Ben jij hier toevallig? Hallo, Oké, geen idee waar de villager is, maar
Ik denk dat dit mijn cadeautje is. Oké, er staan hier meerdere kistjes. Even kijken, wat zit hierin? Helemaal niks. Hier zit niks in, hier zit niks in. En hier zit... Let's go! Ik heb een diamond! Auw! Ik ben dood, dit meen je niet!